Vanmiddag is het couscousmiddag bij het Ontwikkelcentrum Utrecht. Het Ontwikkelcentrum Utrecht biedt groepsbegeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. En we gaan daar zo meer over horen van de initiatiefnemers Ilias en Omar. Maar straks gaat er eerst gegeten worden. Omar, Ilias, we hebben vandaag een luxe couscous lunch. Dat zal niet iedere dag zo zijn, maar vertel eens, hoe ziet een dag er hier uit bij het ontwikkelcentrum? De dag begint altijd met een gezellige dagstart. Waar we even opstarten met z'n allen en praten over actualiteit en zorgen dat iedereen zijn mening kan uiten en gehoord wordt. En daarna gaat iedereen aan de slag met zijn eigen rooster. We doen hier verschillende activiteiten. Sommige zeer actieve activiteiten zoals sport of handvaardigheid, maar er zijn ook deelnemers hier die gewoon bezig zijn met hun educatieve vaardigheden of andere vaardigheden. Dus na de dagstart gaat iedereen aan de slag met zijn eigen rooster. En na de lunchen dan weer samen en dan gaat iedereen weer met zijn eigen rooster aan de slag. Amina en Nazia, jullie hebben vanmiddag gekookt voor de jongens die hier bij het ontwikkelcentrum zitten. Waarom doen jullie dit? Waarom doen wij dit? Nou, omdat we het leuk vinden. Ik ben gevraagd door Amina. Nou, ik heb geen moment getwijfeld en ik dacht van ja, leuk. Ik doe mee. Ik vind het hartstikke leuk om te doen, koken. Vooral voor deze lieve kinderen hier. Ja. Nou ja, ik... Ja, sowieso het ontwikkelcentrum eet bijna elke dag warm. En deze traditioneel gerechten, ja, dat kan niet iedereen, vooral de jongeren niet. Het is best wel ingewikkeld om bijvoorbeeld couscous te maken. En ik vind het heel erg leuk om iets anders te doen dan waar ik mee bezig hou. Heerlijk, even lekker de hele ochtend in de keuken geweest. Ja. En ik krijg ook een beetje de indruk dat jij het niet heel makkelijk vindt om voor 1 of 2 personen te koken. Nou ja, als je gewend bent om heel veel gasten in huis te krijgen, dan is dit een eitje. Ja. Geldt het voor jou ook? Precies hetzelfde, ja. Het is een voldoening om dit voor heel veel mensen te doen. Ilias, ik zag dat voordat we met de lunch begonnen dat jullie aan het sporten waren bij Angelo Rosalia. Is dat ook een vast onderdeel van de dagbesteding? Dat is misschien het belangrijkste onderdeel van onze dagbesteding. We sporten 3 keer in de week met de jongens. Dat ze toch wel actief zijn en hun eik uit kunnen sporten. Dus we sporten 3 keer in de week met de jongens en ze vinden het superleuk om te doen. Dus dat is helemaal mooi. Oké, okay, en de meeste jongens zijn hier 10 dagdelen per week of minder? Verdeeld. Sommige jongens zijn hier gewoon 5 dagen in de week. Sommige 2. Sommige zitten gewoon op school of hebben een werk daarnaast. Dus het is verschillend. En vanmiddag, wat staat er vanmiddag op het programma? Ja, het is vrijdag en vrijdagmiddag hebben we altijd een vrij programma. Dus tenzij er een groepsactiviteit gepland staat dat we met z'n allen wat leuks gaan doen. Maar vandaag mag iedereen zelf kiezen wat ze gaan doen. Ook omdat we een wat latere lunch hebben, wat er uitgebreid gekookt is, hebben we daarvoor gekozen vandaag. Dus straks mag iedereen zelf met iets leuks aan de slag.